Als er iets is dat bij Nijmegenaren in het bloed zit, dan is het wel wandelen. Toch neemt de 48-jarige Geert dit wel heel serieus. Op 2 januari zal hij zijn huis verkopen om aan een groot avontuur te beginnen. Wandelen naar het einde van de wereld. Het einde van de wereld. Nou ja, niet echt het einde natuurlijk, maar een plek waar de Romeinen vroeger dachten dat de wereld ophield. Sagres in Portugal. Het is een tocht van hemelsbreed 2000 kilometer. Maar in werkelijkheid zullen het nog veel meer meters zijn. Ik start 2 januari. Dan teken ik bij de notaris. Dan draag ik mijn huis over aan de nieuwe eigenaren. En vanaf de notaris ga ik richting het zuiden wandelen. Ik ga met de benenwagen, dus ik ga al wandelend die kant op. En vanaf de Pyreneeën, als ik de Pyreneeën over ben, dan ga ik over op hardlopen. En het laatste stuk is dus rennend richting Sagres. Over een kleine 3 weken begint Geert aan zijn avontuur. Het is een wel overwogen keuze om alles achter te laten. Maar toch is het een spannende stap. Ja, dat is wel gek. Ik dacht dat ik dat wel zo, oh, dat doe ik even. Maar dat is toch wel raar. Sowieso, je eigen huis verlaten is raar. Zeker niet als je teruggaat naar een nieuw huis. Dan heb je toch wel wat. Ik heb al mijn spullen weggedaan. Ik heb niks meer over. Dit is wat ik nog heb. En dat is gek. En het is gewoon raar om een stad te verlaten waar je graag bent. Spannend ook. Ik vind het ook spannend. Maar Geert is een ervaren loper en weet wel waar hij aan begint. Ja, ik ben trailrunner. En lange afstandswandelaar. En ik start natuurlijk 2 januari. Dus dat is koud en vies en nat. Dus je hebt wat meer uitrusting nodig. Zoals deze. Die is wat zwaarder. En vanaf de Pyreneeën, dan zit ik waarschijnlijk begin maart, half maart. Wordt het mooi weer, zeker aan die kant. En dan pak ik een lichtere uitrusting en kan ik gaan hardlopen. Dus dan ga ik van iets minder dan 10 kilo naar iets minder dan 6 kilo. Het is niet de eerste tocht die Geert gaat lopen. Na een burn-out is hij anders gaan leven en heeft hij al meerdere avonturen beleefd. Zijn verhaal heeft hij beschreven in een boek. En alle belevenissen van eerdere tochten legt hij vast in zijn blog. En vooral bijzondere ontmoetingen. De mensen die ik tegenkom onderweg en hun verhaal. Ja, dat is eigenlijk wel waar ik het voor doe. Dat ga ik ook noteren en daar zal ik over. Ik blog, dus daar zal ik over bloggen. En misschien komt er wel een tweede boek. Ik weet het nog niet.